Hoi, in deze video ga ik je laten zien hoe je je geraniums binnen kan laten overwinteren, zodat ze niet buiten in de tuin doodgaan in de winter en je er ook volgend jaar van kan genieten. De geraniums die je hier ziet, die dus nu al in bloei staan, dat zijn de geraniums die ik dus verleden jaar naar binnen heb gehaald. Ik heb ze voor de vorst naar binnen gehaald. Ik heb ze het hele jaar binnen verzorgd, ga ik je straks allemaal laten zien. En nu staan ze hier dus heel mooi buiten in bloei. Eén van de twee, die heb ik 2 jaar geleden gekocht. Toen had ik er gelijk 3 gekocht. Vond ze hartstikke mooi, want ze bloeien hartstikke mooi. Alleen toen heb ik ze buiten laten staan. En eentje had de winter overleefd van de 3. En de ander heb ik er verleden jaar bij gekocht. En vanaf nu haal ik ze gewoon steeds naar binnen. En dan kan ik er steeds weer van genieten het jaar daarop. Dit was verleden jaar, eind oktober. Toen begon het dus alweer wat kouder te worden en werd het tijd voor mij om mijn geraniums op te potten en naar binnen te halen en binnen te verzorgen voor het nieuwe jaar. Zoals je hier kan zien heb ik ze winterklaar gemaakt voordat ik ze in de potten ga stoppen. Nou, winterklaar maken betekent dat ik de grote oude bladeren zoveel mogelijk heb weggehaald. Hierdoor wordt de plant wat luchtig. Dat is wel heel goed voor de plant, want dan krijgt hij dus binnen minder last van schimmels. Kale plekken is dus helemaal niet erg, want in de winter ga ik heel weinig water geven. Ik kan hem ook zelfs nu en dan laten opdrogen. En wanneer de bladeren dan slap gaan hangen, geef ik een beetje water. Droog houden in de winter is goed, want dan remt de groei af en binnen krijgt het toch minder licht. Dus dan kan de geranium niet goed groeien. Ik plaats hem hier vast in de pot en dan ga ik kijken wat ik nog meer, want je ziet wat slaphangende gele bladeren, wat oudere bladeren. Nou, die kunnen er nog verder allemaal af. Alle bloemen, alles kan er af, want het gaat binnen in ruststand. En verder goed schoonmaken, goed kijken of je alle beestjes hebt verwijderd, want die wil je natuurlijk niet mee binnenhalen. Nu ga ik de plant nog even verder wat leegmaken eigenlijk. Zoals je hier ziet haal ik grote stukken van de plant weg, zodat hij gewoon binnen in ruststand kan gaan zitten en volgend jaar weer verder kan gaan ontwikkelen. Sommige stukken ga ik ook gewoon in een potje plaatsen, kijken of het me ook nog eens lukt om verder te stekken. Nou, je ziet hier dus, ik ben eigenlijk de plant een beetje aan het, het lijkt op mishandelen, maar ik ben hem eigenlijk gewoon wat luchtiger aan het maken, wat compacter aan het maken. En dan kan die binnen gaan rusten voor volgend jaar. Kijk, en hier staan ze dan bij me binnen. 2 potten, mijn 2 geraniums. Ze staan bij mij bovenop zolder, waar dus geen verwarming is. Maar ze staan hier onder een raam. En ik heb niks voor mijn raam, dus de zon schijnt altijd wel naar binnen. Dus daar moeten ze het eigenlijk mee doen. Dus dan hebben ze toch nog wel wat licht. Maar ja, het is winter, dus ze hebben veel minder licht dan ze nodig hebben om goed te kunnen groeien. Dus zo nu en dan, eens in de 2 weken, geef ik ze een beetje water. En verder laat ik gewoon steeds de kluit een beetje opdrogen. En als ik zie dat de boel slap hangt, dan geef ik weer een beetje water. En zo blijven ze dus deze hele winter staan. Zodra ik zie dat er wat bladeren oud zijn en uitgedroogd zijn, dan haal ik ze eraf. En dan laat ik ze er dus niet aan zitten, zodat ze ook niet kunnen gaan schimmelen. Nou, zoals je ziet heb ik een paar geprobeerd te stekken. Probeer ik voor het eerst. Denk eigenlijk niet dat ik het heel slim heb aangepakt. Ik had het eigenlijk eerst in water moeten doen, totdat het wortels had gekregen. Maar ja goed, het is een poging waard. Iedere week kom ik even naar mijn plantjes kijken. En je ziet dus de dode bladeren, die haal ik er vanaf. Die kun je ook gewoon zo met je handen eraf trekken. Het laat ook eigenlijk gewoon bijna los als je er tegenaan tikt. Nou, je ziet hier ook wel. Deze bladeren die gaan allemaal dood. Nou, die pluk ik allemaal 1 voor 1 om te zorgen dat de plant gewoon verder gezond blijft. En dan in de zomer weer verder kan ontwikkelen. En dat zag je net al aan het begin. Dit is 2 februari en ik moet zeggen, het is een hele zachte winter geweest. Best wel warm en voor 2 februari is het ook eigenlijk best warm voor de tijd van het jaar. En ik zie van buiten ook echt allerlei bloembollen al opkomen en al bezig gaan. Je ziet dus ook dat mijn pelargonium, mijn geranium, eigenlijk al wil gaan bloeien. Maar dat laat ik niet toe, dus ik haal wel de bloemen weg. Dit is eind februari en je ziet dat hij er eigenlijk al best wel goed aan het doen is. Hij is eigenlijk al aan het aanslaan. Je ziet dat ik het bovenste stukje ervan af heb gehaald. Nou, dat heb ik gedaan omdat hij anders alleen maar in de lengte groter gaat worden. En ik wil juist dat hij wat voller gaat worden. Ik laat hem nog niet bloeien, dus alle bloemen haal ik weg. Bloeien mag hij straks buiten in de tuin doen in de zomer. Maar nu eerst wil ik dat het een mooie, een volle plant gaat worden, zodat ik straks heel veel bloei krijg.
Dit is alweer 19 maart. Zoals je ziet is dit de andere pot. Het is de bruine pot. En de plant wil echt gaan bloeien. Die wil echt verder gaan. Maar ja, dat kan ik echt niet toelaten. Buiten mag die straks gaan bloeien. Zolang die binnen staat wil ik gewoon eerst dat de plant gewoon goed gaat aanslaan. Dit is mijn enige stek die het heeft overleefd. Andere stekken hebben het niet overleefd. Nou, ik had al het idee dat ik het toch niet goed had aangepakt. Ik moet het volgende keer dus eerst in water doen, zodat het wortels krijgt en dan pas gaan oppotten met aarde. En dan is dit dus het moment waar ik al die maanden naartoe heb gewerkt. Het is 7 april. Ik heb een plekje gevonden in mijn tuin waar ik hem dus ga planten. Dit is eind april. Nou, je ziet dat ze het eigenlijk allebei heel goed doen. Ik had dus eerst de ene geplant en dan later ook de andere. Nou, ze doen het allebei dus goed, zoals je hier kan zien. En ik ben eigenlijk heel blij mee en heel tevreden over. Want ja, ik heb ze toch 4 maanden binnen verzorgd. Dit is 12 mei en je ziet dus dat het heel erg goed gaat. Ze zien er allebei mooi vol uit. En ik zie hier zelfs al knoppen. Dus daar word ik wel heel erg blij van. Want dat betekent dat ik dan nog even moet wachten. En dan ga ik beginnen met bloei te krijgen. Ik moet zeggen dat ik geraniums wel erg mooi vind. En je hebt ze in allerlei soorten en je hebt ze ook in allerlei kleuren. Dus vandaar dat ik naast deze twee ook dit jaar er wat meer heb gezaaid. Daar heb ik dus een zijpakketje van gekocht. Een zijzakje moet ik eigenlijk zeggen. Kijk, en hier kun je het dus zien. Dit zijn dus de geraniums die ik dus binnen heb gezaaid. En dat duurt wel wat langer voordat die gaan beginnen met bloeien. Dus in de tussentijd kan ik van deze twee genieten. Dit is eind mei en je ziet het, deze begint al heel mooi te bloeien. Ik vind de kleur heel mooi, heel intens en daarom heb ik er ook gewoon wat meer bij gezaaid, omdat ik het een hele mooie plant vind. Ik vind het ook een hele makkelijke plant. Je plaatst hem in de zon en je moet ook echt niet te veel water geven. Hij houdt helemaal niet van te veel water. Wel geef ik eens in de 2 weken wat vloeibare mest, omdat ik wil dat hij mooi gaat bloeien. Ook zonder mest geven bloeit hij ook nog wel hoor. Hier zie je mijn stekje, die is dus nog echt heel erg zielig. Dat gaat gewoon helemaal niet zo heel erg goed. Komend jaar is dat dus het doel waar ik aan ga werken. Hoe kan ik mijn geraniums stekken zodat ze het wel overleven? Maar dat is dus weer een leerproject voor mij voor het nieuwe jaar. Kijk, en dit is alweer begin juni. En het ziet er dus steeds voller en gekleurder uit in mijn tuin, zoals je hier kan zien. Ik vind de geraniums, en dit is eigenlijk de pelargonium, een gemakkelijke plant. Zonder heel veel zorg krijg je dus al best wel veel bloei. Nou, wil je dus ook echt voor de bloei gaan, dan eens in de 2 weken kun je wat vloeibare mest geven. Het is een makkelijke plant, handig voor mensen zonder groene vingers. Of als je dus net aan het beginnen bent in je tuintje en wel ja, toch al iets moois wil hebben om naar te kijken. Makkelijk om te onderhouden en niet te veel water geven dus. Kijk, natuurlijk ga ik mijn plant natuurlijk niet laten uitdrogen. Een plant heeft ook water nodig. Maar deze kan dus gerust een paar dagen zonder water. Dus het is heel anders dan met mijn hortensia, die ik dus wel gewoon goed nat moet houden. Of mijn rhododendron. Deze geraniums die overleven dus ook korte, droge periodes, zelfs tijdens de hittegolf. Dus ga je bijvoorbeeld een weekendje weg, dan hoef je niet bang te zijn dat je terugkomt en je bloemetjes dood zijn. Als de bloemen uitgebloeid zijn, dan knip ik ze er even af. Alle uitgebloeide en verwelkte bloemen haal ik weg, want dan gaat de energie niet naar het maken van zaden, maar naar nog meer en langer blijven bloeien. En dan nog als laatste, we noemen ze geraniums, maar dat zijn dus geen echte geraniums. De ooievaarsbek, dit is een pelargonium. Het verschil zit hem dus in het feit dat dit niet winterhard is. De echte geraniums, die zijn winterhard en die moet je dan dus ook gewoon snoeien. Deze zijn dus niet winterhard, vandaar dat ik ze dus ook naar binnen haal. Bij deze weet jij dus ook hoe jij jouw geraniums naar binnen kan halen. Heb jij dus ook geraniums in je tuin en wil je ze dus niet dood laten gaan van de winter, maar daar ook volgend jaar van genieten? Je weet nu hoe je ze winterklaar moet maken, op moet potten, binnen moet verzorgen voor een aantal maanden, om dan weer in de zomer er heerlijk van te kunnen genieten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doepa doe!